Wat hebt u vandaag allemaal gedaan voor de Dag van de Jeugdbeweging? Wij zijn deze morgen vertrokken. We zijn eerst langs geweest bij Oxfam, waar we 500 liter Worldcheck fruitsap opgehaald hebben. Daarna zijn we naar de Colruyt geweest, hebben we 144 liter melk opgehaald. Een choco, koffie, confituur en nog wat ander beleg. En dan daarnet zijn we nog naar Ivago geweest, omdat wij een milieuvriendelijk ontbijt willen aanbieden. Gaan we ook als in herbruikbare bekers geven, dus we hebben ook nog 2500 bekers wisten gaan halen. We hebben gezien dat u voor de melk allemaal gratis bonnetjes gebruikte. Hoeveel waren dat er precies? We hebben dus 144 liter melk gekregen, dat is via sponsoring. Dus dat zijn 120 bonnen dat we afgegeven hebben aan de Colruyt. Hoe lang zit je al in de jeugdbeweging? Ik zit al iets meer dan 30 jaar in de scouts. Ik zit ondertussen 13 jaar in de scouts. Van mijn derde jaar kabouter. Al 18 jaar. In welke jeugdbeweging zit je? In de scouts de Havik in de Pint. Giro Creaal in de Wonde. De 28e Vos, de Sperwer en Waarschot. En wat zijn de plannen voor morgen? Morgen vroeg starten we hier om 5:30 met het ontbijt klaar te zetten. Ik zit nu op midweek in de scouts. Dus wij komen allemaal met ons hele scoutsgroep morgen naar hier. Ja, dan moeten we naar hier komen en dan nog verder boterhammen smeren en zo. Ik ga naar de Dag van de Jeugdbeweging en mijn hemd aandoen op school. Morgen ga ik gewoon mijn uniform aandoen en naar het ontbijt gaan natuurlijk. Ik zal zeker veel plezier bij komen kijken.